Welkom bij Tijd met Quincy. Ik ben die gastheer Quincy Gario en hier bij de show bespreken we vandaag Haagse jongeren met Naomi Pieter. Hij leidt wat meer, helpen een organisatie, hebben ook nog een optreden van Yunam en hebben we Javier Santiago die als coureur van het World Solar Challenge echt een mond vol van woorden, de tweede plaats won in Australië. Nou, voordat we Javier beter leren kennen, ga ik hem eerst drie vragen stellen. Er staan twee kaarten. Nee en ja. En hij mag ze alleen omhoog houden bij de vraag. Dus hij mag helemaal niks zeggen. Ja. Javier, had jij je studie gekozen zodat je weer naar Aruba kon terugkeren na afloop? Nou kijk, zie je, nu speel je niet eerlijk. Dat kan niet. Anyway. Tweede, herkende je Aruba in Australië? En als laatste, je ging met Weiler Wube Okkels van Nederland naar Aruba, gewoon de Atlantische Oceaan oversteken, met een boot met 1 liter benzine. Of 1 liter diesel, volgens mij is het diesel, maar dat kom je zo weer op terug. Betekent duurzaamheid een opoffering van alledaags gemak voor jou? Oh, dat had ik niet verwacht. Hier te gast hebben wij Javier Santiago. Hij is hier naartoe gekomen vanuit Aruba om elektrotechniek te studeren aan de TU van Delft. Nou, Javier, ik heb je een aantal vragen gesteld net en daar mocht je alleen ja of nee op antwoorden. Hoe voelde dat? Nou, ik vond het wel leuk. Dat is even een beetje een beperking van je mogelijkheden. Had je die studie gekozen zodat je weer naar Aruba kon gaan en toen zei je ja en nee. Wat betekent dat? Nou, ik heb elektrotechniek sowieso gekozen omdat ik het interessant vind. Dus vandaar de nee. Maar de ja is natuurlijk omdat ik gedurende jaren enorm ben geïnspireerd door duurzame projecten. En ik zie mijn kansen heel groot op Aruba. En omdat Aruba heel veel bronnen hebben waar je duurzame energie uit kan halen. Dus vandaar komt de ja-antwoord. Okay, dat is wel een mooi bruggetje is dan ook van je gaat hier in Nederland met heel veel mogelijkheden, ga je naar Aruba, want je keert terug. Ja. Zie je daar een soort van zelfde beeld in? Van, voor de buitenwereld lijkt het heel klein en kan je weinig doen, maar jij gaat er en je gaat gewoon alles doen wat je wil. Ja, sowieso, ik ben een waterrat misschien, als je het zo kan zeggen. Dus ik hou van de zee en dan kan je in ieder geval op Aruba kan je dat de hele jaar door doen. Ja. En dan Nederland en in de winter begint het wel heel erg koud te worden. Dus dat is dan mij dan een stuk iets heel erg leuks van Aruba. En natuurlijk, ik zie Aruba ook als een soort uitdaging nu om duurzame energie daartoe te gaan passen. En Aruba, zeg maar een stapje dichterbij de doel van 2020 te helpen om helemaal duurzaam te zijn in het jaar 2020. Geweldig, dus jij gaat een centrale rol erin spelen, tenminste jij hoopt daar een rol in te spelen. Ik hoop daar een rol in te spelen. Ik wist helemaal niet dat elektrotechniek met duurzaamheid te maken had. Hoe wordt die link gelegd? Nou, tegenwoordig is bijna alles duurzaamheid, of heel veel, de hele belangrijke trend dat nu bezig is, is duurzaamheid. En dus gaat het vaak ook om energie. En de meest toepasbare duurzame energie is elektriciteit. Dus vandaar komt elektrotechniek heel goed bij pas. Oh, het ligt eigenlijk gewoon in je straatje. Het is een logisch gevolg. Juist. Oh, wow. Ik had je de vraag gesteld of je Aruba herkende in Australië. Nou, voordat we ingaan op je antwoord, want je zei ja. Dat moest wel een hele geweldige ervaring zijn. Want hoe lang was je bezig voordat je überhaupt naar Australië ging? We waren 1 jaar bezig met een team van 13 studenten om de Nuna 6 te bouwen. En natuurlijk hadden alle leden van het team hun eigen specialisatie. En ik was verantwoordelijk voor het zonnepaneel tot naar de motor, hoe de energie verloopt en dat het zo efficiënt mogelijk is. En had ik daarnaast ook de taak als coureur zijnde. En daar voelde ik me als eer dat ik zeg maar coureur mocht zijn. Maar niet alleen coureur, je was de eerste. Ja, de eerste. Ja. En ik mocht zeg maar de spannendste deel, zeg maar, of één van de spannendste. Ik vind de spannendste deel van de race toen. Want tijdens de spannendste, de start,
voelde het echt als ik in een film was. Oh, wow. Echt verschillende elementen en die om je heen speelden en opeens moet je focussen en dan begint de race. Het voelde echt fantastisch. Geweldig. Je zei dat je Aruba herkende in Australië. Nou, in mijn beleving, van mijn gedachten, zijn die twee gewoon compleet anders. Maar hoe herkende jij ze dan? Ja, voornamelijk de temperatuur. Want dat is natuurlijk iets wat je in Australië hebt, wat je ook op Aruba hebt. En natuurlijk, Aruba is redelijk een droge eiland. Ah, ja. Ook woestijnklimaat. Tuurlijk, en ja. Australië, de race was 3000 kilometer, dus van noord naar zuid. Ja. En dan zie je een hele hoop. Dus dan zie je ook, zeg maar, oerwouden, zie je woestijnen, oh, wow. Zie je zoutvlaktes. Allemaal, alles kom je tegen. En een bepaald gebied was echt wel herkenbaar aan Aruba. In van de droge vlaktes en die gesteentes die allemaal daar zijn. Leek net zoals op Aruba. Dat is wel heel cool. Dat vind ik nou een van de fascinerendste dingen wanneer je ergens naartoe gaat. En alsnog, ook al is het zo vreemd als het maar kan, is het toch nog wel dicht bij huis. Ja, ja. Het was echt een leuke ervaring. Betekent duurzaamheid een opoffering van alledaagse gemak? Nou, ik stel die vraag omdat jij op een boot zat met alleen 1 liter diesel. En je ging van Nederland naar Aruba. Hoe flik je dat? Dat is 1. En 2, moet je niet voor zo'n reis dan heel veel dingen eigenlijk gewoon achterlaten en niet doen? Ja, het is eigenlijk dat we hadden wel meer diesel, maar we hebben maar 1,8 liter verbruikt. Ja. Diesel bedoel ik, verbruikt tijdens de overtocht. En dat is omdat de boot die wekt zijn eigen energie op naarmate we zeilen. En met die energie konden we eigenlijk alles maken. Dus water, koken, eten, vis vangen we gewoon uit de zee. Ja, ja, ja. En aangezien we eigenlijk heel veel wind hadden, konden we eigenlijk gewoon, hadden we juist misschien een beetje te veel wind. Dus toen leefde in ieder geval echt luxe. We konden gewoon lekker warm en lang douchen. Dat dat heel veel energie kost. Maar op een normale boot tijdens overtocht ben je met water heel erg zuinig. Ja. En dat was een luxe wat wij in ieder geval wel hadden. En natuurlijk alles erop en nog aan wat aan de boot. Dat was gewoon enorm luxe. Dus tijdens die reis heb ik gewoon echt meegemaakt hoe het is om met duurzame energie te leven. Ja. En als je gewoon veel van is, dan kan je ook gewoon echt luxe leven. Dan hoef je niks in te leveren. En dat is dan het hele mooie van het reis. Ah, geweldig. Javier, hartstikke bedankt dat je hier bij ons was. En ik wens je alle beste toe op Aruba. Geweldig. Ja, graag, dankjewel. Dames en heren, om natuurlijk meer over Javier te weten te komen, moet u onze website bezoeken, tijdmetquincy.nl. Daar gaan we allemaal linkjes plaatsen naar werk van Javier. En dan kan u ook een 45 minuten documentaire zien over de Solar Challenge. Die is opgenomen.